Maar als Haken, Johan, Haken, als hij het goed doet, begrijp ik, van Seumeren, dan zit er een kans in dat hij gewoon kan blijven. Wat vind je daarvan? Maar Van Seumeren kan heel goed rekenen. Kijk, maar Van Seumeren is een ontzettend aardige man. Maar we kunnen niet zeggen dat hij een goed gevoel heeft voor welke trainer hij moet nemen. Hè? Want ze volgen elkaar naar een rap tempo op. Maar Ten Hag was een goede keuze, toch? Ooit. Ja, dat was een goede keuze. Ze gaat ook wel eens goed. Maar kijk, ik begrijp best, als je Vreese binnenhaalt, moet je 5 ton afsteken bij Sparta. Ik hoor dat ze ook erg gecharmeerd zijn bij Utrecht van die Duitser van Heracles. Maar die heeft ook nog een contract. Haken, dat zal nu wel goed gaan. Haken is een jongen zonder veel voetbalachtergrond. En het irritante aan Haken is, die is in zijn presentatie, doet hij net of hij het voetbal uitgevonden heeft. Heel zelfverzekerd, we doen dat, we doen zus, weet je wel. Een beetje een bluffertje. En bij alle clubs waar hij gezeten heeft, knapten de mensen daar na enige tijd op af. Want het is wel veel bluff, maar er zit niet zoveel achter. Dus als die jongen het nu goed doet, één zo'n wedstrijd, een incident tegen Feyenoord, als ze Feyenoord overklassen, dan kun je hem vastleggen. Maar Haken is niet de trainer voor Utrecht. Nou ja, wat, maar het is niet zo onverstandig om hem dit seizoen af te laten maken. Als we 5 ton kwijt ook, hè, voor Vreese, toch? Begrepen? Ja. Nou, de spelers, voor hoever dat belangrijk is, die vinden het heel fijn om onder hem te werken. Net als onder Fred Rutte hoor je nooit spelers klagen. Ze vinden de trainingen fijn. Maar ik merk dat rondom Frans van Zeumeren de wat bepalende mensen bij Utrecht wel heel erg bij hem aan het pushen zijn van Bommel en Sneijder. Samen? Dat, ja. Die samen? Ja, dat willen de... Een soort Lauder Hardy. Peppy en Kokkie, dat zijn zo'n duo. Nee, zo'n duo wat al jaren bij elkaar gaan blijven. Wat voor rol krijgt Sneijder dan? Nou, wat mensen... Want Sneijder heeft zijn papieren niet. Ze willen dan de mensen die er wat geld in stoppen... Die willen... Dan is Van Bommel die is stroomman voor Sneijder. Van Bommel, hoofdtrainer, Rick Kruis, eerste assistent... en Sneijder, tweede assistent. En als tweede assistent hoef je geen papieren te hebben... kan je gewoon keurig in de dugout zitten... en kan je gewoon je stem laten gelden. Sneijder heeft op dit moment toch even andere interesses, heb ik de indruk. Die geniet toch gewoon even van het leven op dit moment? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, dat is toch een beetje... Nou, ik denk dat onzin is in die zin dat niet werkt. Ik denk ook dat Van Bommel inspraak wil hebben in de technische staf waar hij mee moet werken. Nou ja, Van Bommel en Sneijder, die in het Nederlands elftal niet zo heel geweldig samen waren, die zijn sinds het laatste jaar zijn ze best close. Hoe dat in één keer komt, weet ik niet. Dus zij zijn wel, ze kunnen met z'n tweeën wel prima door één deur. Dus, nou ja. Maar die mensen rond Utrecht die dat aanbevelen, betalen die twee ook dan? Of moet Frans Seumeren zelf betalen? Ik heb wel begrepen dat Van Bommel erg graag zou willen. En dat hij het ook graag met Sneijder samen zou willen doen. Ik zeg niet dat het de beste oplossing is. Maar ik zeg alleen dat mensen tegen Frans van Seumeren aanduwen. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.